We bevinden ons vandaag in het nieuwe beursgebouw Brugge, de beurshallen. Het gebouw bevindt zich in het centrum van de stad, waardoor het akoestisch aspect van dit gebouw zeer belangrijk is. Alle heinedeuren zijn afgeleid van onze basisdeur, de Metal Plus. De Metal Plus is opgebouwd met een intern rondgaand kader. Die bestaat uit een kokerprofiel van 60 op 60. En alle onderdelen zijn geschroefd in dat kader. Dus zowel de scharnieren zijn er diagonaal ingeschroefd, binnen- en buitenblad. Deurpomp, klinken, paniekbaar zijn allemaal bevestigd op dat stevige, interne, robuuste kader. En aan de Metal Plus deur, die onze basisdeur is, kunnen dan één of meerdere prestaties toegevoegd worden. Brandwerend tot 4 uur en inbraakwerend tot een RC-waarde van 5. Er waren 3 grote uitdagingen in dit project. Enerzijds de grote muuropening, 4,5 meter breed en ruim 5 meter hoog. Moest gecombineerd worden met een akoestische waarde RW van minstens 60 dB. En dan wou men ook nog een toegangscontrole op deze deur. Een dergelijke deur hebben wij niet standaard in ons gamma. Daarom hebben we samengezeten met akoestisch bureau Daidalos en onze partnerinstallateur Icomit. Een RW-waarde van 60 dB bleek niet haalbaar met een enkele deur. Daarom is geopteerd om 2 deuren na elkaar te plaatsen, waarvan de binnenste deur nog eens extra bekleed is met akoestisch materiaal. Elke deurvleugel weegt minstens 490 kilo. Het rondgaand kozijn is gebetoneerd, waardoor de afdichting onderaan ook perfect afsluit en geschikt is voor passage met zwaar materiaal. De dubbele deur kan gebruikt worden als een normale deur. In de dienstvleugel zit een 3-puntsluiting. In de standvleugel zit een manuele kantschuif. En de akoestische drukgrendel moet alleen gebruikt worden bij evenementen.